Ik ben Marie en ik heb de studierichting Management en Beleid van de Gezondheidszorg gestudeerd. Ik ben Nikki en ik heb ook de opleiding Management en Beleid in de Gezondheidszorg gestudeerd. Omdat we eigenlijk na onze bacheloropleiding, ik heb voedings- en dieetkunde gestudeerd, Marie heeft verpleegkunde gestudeerd. Ja. En we wilden eigenlijk graag nog een masterdiploma behalen. En dan hebben we gekeken naar de opleiding die daar het beste bij aansluit en ons een goede basis geeft. Ja, klopt. Het moment dat ik mijn thesis heb ingediend. Dat was een enorme ontlading en opluchting en ook wel, ik was heel trots op het werk dat ik heb afgeleverd. We hebben ook allebei deze opleiding gecombineerd met nog een job daarnaast. Dus het was echt wel een hele zware combinatie. Ik ben net van job ook veranderd en dat is mede mogelijk geweest dankzij het diploma dat ik nu heb gehaald. Momenteel blijf ik waar ik ben, maar ik zie wel doorgroeimogelijkheden naar de toekomst toe. Ik heb nu een functie als coördinator, misschien nog een trapje hoger en nog iets meer leidinggevend ofzo.